Hoi allemaal, vandaag is het tijd voor een shopvlog en wel van de Primark. Dat is echt al super lang geleden, sowieso shoplogs. Maar Sven en ik waren een weekendje naar Den Haag. Daar heb ik ook vlogs van gemaakt trouwens, of één vlog of twee vlogs. Die komen nog online of die staan al online, dat weet ik nog niet precies hoe dat in de planning zit. Maar anyways, toen gingen we dus eventjes naar de Primark. En daar heb ik wat dingetjes geshopt en die wil ik jullie heel graag laten zien. Ik had nog wat cadeaugeld, dus ik dacht, hoppatee, shoppen. En ik heb ook wat cadeaugeld bewaard voor wat bijzondere dingen. Maar ik had het allemaal nog liggen en ik dacht, weet je, zo'n weekendje weg, dat was tenslotte voor mijn verjaardag. Dus ik dacht, hoppa. Ik heb een aantal dingen gekocht, dus laten we maar gewoon beginnen. Want ik heb trouwens één dingetje van de Bershka gekocht. En van Sven hadden we niet zoveel, alleen maar een sjaal. Dus als eerste dit. Dit vind ik dus fantastisch. Dit zijn kleerhangers van de Primark. 4 euro voor 5 hangers, moest even tellen. En dit vind ik zo mooi. Dit zijn koperen hangers. En ja, ik vind dit staat gewoon super chic natuurlijk in je kast. Of eigenlijk is het mooiste aan zo'n rek. Maar dat heb ik niet. Maar ik heb natuurlijk wel een kast. Maar ik dacht, het is ook heel leuk om, als ik shoplos heb, om jullie de kleding aan te laten zien. Dus dat gaan we vandaag ook meteen doen. En ja, weet je, ik ken deze koperen hangers, heb ik wel vaker op plekken gezien, maar dan zijn ze echt super duur. En hier niet, hier waren ze heel betaalbaar. Ik heb geen idee wat de kwaliteit is natuurlijk, maar ik ga ze even ook sowieso wat beter laten zien. Het is dus een koper hangertje, met hier zit het gewoon als een draad, zeg maar, gevlochten. Verder super basic, maar dat vind ik juist heel erg mooi. En ik ben gek op koper, dus nou, deze ga ik nu gebruiken voor de rest van de shoplog. Als eerste kocht ik dit blouseje. En ik heb al best wel wat blouses van Primark. En die blijven heel lang mooi. Ik draag ze heel erg vaak. Vooral naar mijn werk, maar bijvoorbeeld ook wel met uitgaan. Of met een uit eten of dat soort dingetjes. Ik vind ze gewoon heel fijn. En deze zijn van wat andere stof dan die ik al heb. Want die ik al heb zijn een beetje van dat, nou niet glimmend, maar meer een net iets chicere stof. En dit is net iets meer casual, maar nog steeds gewoon wel heel mooi. Ik heb trouwens volgens mij van alles maat 36, dacht ik. Behalve van de broek, die heb ik maat groter volgens mij. Deze, en dit is een bordeaux rode met gouden details op de schouders. En hier bij de mouwen. De mouwen zijn 3/4 en dan met zo'n opgerold eentje. Ik heb het verder niet gestreken of iets, komt rechtstreeks uit de tas. Ja, dit is gewoon een heel mooi basic blouseje, waar ik zeker weet dat ik er heel veel plezier van ga hebben. En daarom kocht ik hem ook in het groen. En dat is deze. Ik weet trouwens niet of ik het aan ga laten zien, want ik ben niet helemaal lekker. Niels slaapt al nacht heel slecht, omdat hij ja, iets van griep heeft of zo. In ieder geval heel veel snot en hoesten en huilen en dat de hele nacht door. Dus ik voel me niet echt helemaal topfit. En ik pas vandaag op Niels natuurlijk. Tenminste, pas op Niels. Ik ben bij Niels vandaag. Sven die zegt vaak, ja dan pas ik wel op nieuws. Maar het is natuurlijk gewoon je eigen kind, dus daar pas je niet op, daar ben je gewoon bij. Maar goed, dus dan is het voor mij lastiger om dit te doen. Maar ik ga het wel proberen, maar als het niet lukt, dan hebben jullie in ieder geval het aan de mooie hartjes. En dit is dezelfde, maar dan in het mosgroen. En deze heeft dan zilveren details, dus zilveren dingetjes bij de schouders en bij de mouwen. Verder precies hetzelfde, net zo mooi gekreukt. Gewoon een lekker wat losser vallend, maar niet super wijd. Ik heb expres een 36 genomen, want de 38 dat werd wel heel wijd. Vaak doe ik dat omdat het anders bij de borsten niet zo charmant zit. Maar dit ging wel en ja, dan vond ik dit toch mooier. Dus deze. Dan iets wat niet aan het hangertje past is deze broek. En dat is wel grappig. Ik had allemaal bovenkantjes en ik had één jurkje geloof ik. Maar toen dacht ik, en ik had een jurkje aan. Dus ik zei tegen hem, ik moet wel even iets van een broek hebben, want anders dan kan ik niet zo goed zien hoe het staat. Eerste beste broek die we zagen, we hadden echt gezien, nou ja, dit wordt verder helemaal niks. Maar in ieder geval, we doen hem maar eventjes meenemen om het passen. Zodat ik de bovenkantje beter kon zien. Maar uiteindelijk bleek het een hele leuke broek te zijn. Het is een grijze, een beetje destroyed, maar niet heel erg broek. Nou, zoals ik al zei, deze heb ik dus in een 38. Want ja, ik heb gewoon billen en dat past al niet in zo'n broek. Dus hier zie je een beetje destroyed, maar er zitten verder geen echte gaten in. En dit is de achterkant. En hij is zeg maar tot je enkels. En dan heeft hij daar heeft hij een afgescheurd randje. En dan heeft hij hier ook allemaal ja,
beetje van dat kapotgemaakte spul. En hij komt een soortje enkels en dat vind ik heel mooi. Hij zit heel lekker. En ja, het heet de Ankle Grazer Skinny. Voor wie geïnteresseerd is. Dus deze. En ja, die vind ik eigenlijk heel erg fijn. En ik vond het wel grappig, want ze gaan echt tot hele grote maten. Tot maat, stond er 46 of zo. Toen dacht ik, oh, dat is echt wel goed. Dat was me nooit opgevallen. Dan een muts. Ik hou van mutsen. En ja, het begint er weer voor te worden. En dat is deze muts. Ik weet niet of je hem kan zien zo. Ik heb net mijn haar gedaan, maar dat mag de pret verder niet drukken. Zo. En dit is een beetje een roze, taupekleurige muts met een soort rosé-goud detail erdoorheen. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien. En een leuke grote pompom erop. Ik zal trouwens even de prijzen zeggen, dat is ook wel handig. De muts is 4 euro. De broek 17 euro. En de blouses 13 euro. Nou, dan wilden we eigenlijk een onesie voor Niels. We hebben heel veel plezier gehad van het berenpakje wat we ooit bij de Primark kochten. Dus we wilden eigenlijk weer zoiets, omdat we, ja, het is ook gewoon heerlijk voor de winter. Maar er waren eigenlijk niet hele leuke, dus toen dachten we, nou, dan doen we niks. Maar toen liepen we toch weer tegen iets aan. En Sven is echt ook van de mutsen en van de handschoenen. En toen zagen we dit mutsje en dat vonden we heel leuk. En dat past ook super goed bij zijn winterjasje. En dit is een beertje of zoiets met oortjes. En dit is voor 2 tot 6 jaar, maar we hebben het gepast en het zit perfect bij hem. Want we hadden al bedacht dat dit best wel zou passen bij hem. En daarbij horen deze wandjes. En Sven is echt fan van dit soort handschoentjes met van die open, zeg maar, ik kan het even laten zien, zeg maar, hier gaan dan je vingers zo doorheen. En dan hier je duim zit er dan wel in. En dan kan je dit, kan je zeg maar los doen. Zeg maar, er zit een knoopje, dat doe je dan los en dan klap je er dan omheen. En dat vindt Sven altijd heel leuk. Dus die wilde die erbij, maar ik zei van dit is wel een beetje groot. Maar goed, dat voor 2 tot 6 jaar. Dus als het nu niet past, dan heeft hij er straks ook nog wel wat aan. En ja, dit wil ik er gewoon graag bij doen. En dan, want dat vergeet ik, nou dat vergeet ik niet, maar ik wil even vergeten dat ik die nog niet had laten zien. Het pronkstuk van de dag. Nou, iets wat... we zagen hem ergens hangen, tussen allerlei andere dingen. Toen dachten we, wauw, dat is wel een hele vette jas. Maar goed, nergens meer in mijn maat te vinden. En hij hing ook op een paspop. En ze zei van, ja, ze zijn super snel gegaan. Maar goed, ze komen wel weer binnen. Maar toen dacht ik, ja, daar heb ik niks aan, want in Utrecht zit geen Primark. Dus dat schiet niet op. En toen stonden we bij de kassa en toen hing daar nog een hele leuke trui. Tenminste, ik dacht dat die heel leuk was. Dus ik zei, nou, die gooi ik in mijn tas en dan pas ik hem gewoon thuis even. En als het dan niks is, dan breng ik hem terug. Nou, het was niks, dus die zijn we de volgende dag terug gaan brengen. En het ruilen is daar, zeg maar, op de mannenafdeling. En ik had dat teruggebracht en ik loop daar weg op de mannenafdeling. En wat zie ik daar ineens hangen? De jas in mijn maat. Zonder hartje, zonder mensen erbij. Het was ook verder rustig, dus geen idee. Dus ik zei, dit is de jas. Dus nou ja, ik had hem gepast en hij paste. En dat is deze groene jas. Ik ben sowieso de laatste tijd heel erg van groen. En ik heb een aantal nettere jassen, zeg maar, wat, nou ja, zeg maar tot net boven mijn knie. En ik heb gewoon een stoere jas. Maar deze is wat langer. En ja, dat vond ik eigenlijk ook wel heel tof. En het is echt een beetje, ja, het is ook een beetje alsof ik in het leger zit, hoor. Maar hij is heel lang. Hij is, hier kan je het wel een beetje zien. Deze moet ik natuurlijk sowieso even aan laten zien, dat begrijp ik. Hij heeft een band, zeg maar, net onder, net onder je BH-bandje. En nou ja, dan loopt hij verder heel lang door. Hij valt tot over mijn knie. Niet tot de grond, maar tot over mijn knie. En dit is een maat 36 dus. De 38 zat te groot. En de 36 was wel dat als je hem dicht had, dat je dacht, is dit, zeg maar, kan het net of kan het net niet? Want ik heb natuurlijk sinds de bevalling zijn mijn heupen wat breder. Als je hem los hebt, staat hij echt. Dus ja, ik dacht gewoon, weet je, dan een grote sjaal eromheen. En ik kan hem sowieso dicht doen, dat is geen enkel probleem. Maar het is meer dat ik hem mooier vind als hij los zit. Maar goed, dat zal je nog wel even zien. Maar dat is dus deze jas en die was 35 euro. Ik had zoiets, weet je, ik neem hem mee en ik denk er gewoon nog even over na. En als ik het... ik wil hem gewoon ook even rustig passen.
allemaal haar in mijn mond. Van de muts. We wilden hem even rustig passen. En ja, nee, we hadden hem in het hotel, liet ik hem nog een keer aan Sven zien. En die was ook helemaal fan. Dus ja, deze jas. En ik zie dat helemaal voor me met een jurkje en dan een grote sjaal eromheen. Ik heb een mooie beetje beige sjaal en een roze sjaal die hier allebei mooi passen. Dus nou, ik zag het helemaal gebeuren. Dus deze. Oep. En dan als laatste een jurkje van de Bershka. En dat is dit jurkje. Het is een beetje een doorschijnend, het is een behoorlijk doorschijnend jurkje. Zwart met een bloemenprintje. En een kraagje. En er zit een onderjurkje in. Vandaar dat het altijd even lastig is om op te hangen. En hier is een soort drukker motiefje. En dan hier, even je kunt zien, is het dan een wat rustiger motiefje. En dit is de achterkant. En dan loopt die verder eigenlijk vanaf je borst zeg maar recht naar beneden. Ik heb hier een S'je van. Hij was 30 euro. Hij is van de Bershka Girl trouwens. En ik heb hier een S'je van. Ik had eerst de M aan, maar die was echt te groot. Maar meestal neem ik eigenlijk van jurkjes bij de Bershka en zo neem ik allemaal een M. Omdat ze vaak te kort zijn. Maar deze is niet te kort gelukkig. En het is gewoon een heel mooi flowy jurkje. En ja, ik hou van dit soort jurkjes in de herfst. En ik moet zeggen dat heel veel van de jurkjes die ik had, die passen sinds de bevalling niet meer omdat mijn borsten groter zijn geworden. Dus dan staat het gewoon niet heel charmant meer. En doordat mijn borsten groot zijn geworden, worden ze dus automatisch korter. En dat kan niet, zeg maar. Dus dat is wel heel jammer. Dat heb ik echt wel bij een aantal van mijn favoriete jurkjes. Ik heb geen idee. Het is bijna een jaar geleden, dus ik neem niet aan dat ze nog heel erg slinken. Maar misschien wel, dan past het weer. Maar het moet gewoon niet ook te kort. En met Niels vind ik dat ook niet handig, want als je dan bukt of zo, dat is gewoon niet zo charmant. Maar deze ben ik echt heel blij mee. Gewoon een heel mooi, simpel flow jurkje. En dit, weet je, dit draag ik, nou ja, weet je, zowel stoer met boots als vrouwelijk met hoge hakken. Gewoon met hoge laarzen, zeg maar. Dus ja, ik ben hier heel erg blij mee. En dat was het. Dat is alles wat ik heb geshopt. Het is niet heel veel, maar dat was ook niet mijn bedoeling. Ik dacht juist een aantal dingen waar ik echt heel blij van word. En dat zijn het. En gewoon ook een aantal fijne basics die ik zowel naar mijn werk als gewoon casual, zeg maar, kan dragen. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!